Ik sta hier voor de Turkse bakkerij Akismet. Ik kom er dagelijks langs, maar ik ben er nooit eerder binnen geweest. Dus vandaag gaan we even een kijkje nemen in de bakkerij en hebben we een gesprek met de medewerker. Dus loopt u gezellig mee naar binnen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kunt u eens uitleggen wie u bent en wat u in deze bakkerij doet? Ik ben Samet Gené, ik ben gewoon hier medewerker. De naam Akismet, kunt u uitleggen wat dat precies betekent? Goede service. Dus dat Ak betekent zeg maar wit. Ja. En dan Hizmet betekent service. Ja. Dat betekent zeg maar witte service. Wat precies de specialiteit van jullie bakkerij? Bakkerij, wij maken alle broden gewoon verse dagelijks producten. En dan, we hebben ook heel veel soorten brood, Turks brood, of Marokkaanse brood, of Nederlandse broden, gewoon heel veel producten we hebben. En dan gewoon dagelijk. Turks brood? Ja. Dat is iets zachter, zeg maar, dat is luchten. Dat is Marokkaanse broden. Dat is ook platte en iets harder. Mm-hmm. Snijdenbrood, dat is ook iets krokanter en de vorm is anders. Mm-hmm. En ook stokbrood en puntjes, dat soort. En de puntjes, zijn dat gewoon Nederlandse puntjes of zijn dat... Surinaamse. Surinaamse puntjes. Surinaamse puntjes. Ja. Deze broden zijn net gebakken? Ja, dat is net gebakken. Dat is speciaal voor Ramadan. Kunt u uitleggen waarom dat speciaal voor de Ramadan is? Dat is ook met eieren, die brood. Dat is speciaal voor Ramadan. En u verkoopt deze niet als er geen Ramadan is? Nee, alleen voor deze maand. Doet u zelf ook aan de Ramadan? Ja, ik doe ook Ramadan. En hoe is het om tijdens de Ramadan nu te werken? Hoe is dat voor u? Ja, als je warme weer, dan is het een beetje iets moeilijk, maar nu was het gewoon lekker. Dat ben ik gewend. En vanaf hoe laat mag je vanavond weer eten? 10 voor 10. 10 voor 10? Ja. Kunt u uitleggen wat de Ramadan precies voor u betekent? Als je moslim bent, ja, moet je het doen. Dat is per jaar gewoon 1 maand, 30 of 29 dagen. En dan die maand ook niet eten, niet drinken. En dat betekent zeg maar, moet je denken van arme mensen. Arme mensen betekent geen eten, geen drinken, geen geld. Maar als je doet Ramadan dan, ook zelf, je bent ook arm. Je kan niet eten, ook kan niet drinken. Dat betekent je begrijpen van arme mensen. Weet je ook of er veel mensen uit Ondiep hier in de winkel komen? Jawel. Dat is gewoon deze buurt, zeg maar. Er komen heel veel mensen hier. Wij zijn ook gewoon enige bakkerij hier. En hoe is het contact met de mensen uit de buurt? Lekker. Gewoon heerlijk. En wat is nou uw favoriete gerecht uit deze bakkerij? Kun je dat laten zien? Turksbrood. Ja? Ja. Ja, en waarom is dat uw favoriet? Ja, ik vind het lekker. Ja. Dat is het belangrijkste toch, dat het lekker is. Ja, nou zullen we maar even een Turks broodje kopen dan, Turo? Goed idee. Ja. Ja, doe maar één Turks brood. Eén Turks brood. En wat is dat? Dat is van de zaak. Dat is van de zaak. Ah, nou, dank u wel. Ja, maar na 10 uur pas opeten, hè? Ja, na 10 uur. Ja. Okay. Nou, in ieder geval bedankt voor uw gastvrijheid en tot een volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Dank u wel. Succes. Dank u wel.